Middelbare school heb ik een jaar gewerkt in een metaalwerkplaats. En daar was ik heel veel met mijn handen bezig. En daardoor realiseerde ik me dat ik ook echt met mijn handen en met materiaal bezig wou zijn. Toen ben ik een keer deze opleiding gaan doen. En daar kon ik me heel creatief in ontwikkelen. Veel geleerd over kunstgeschiedenis en grafisch vormgeven, schilderen, tekenen. Ontwerpen, schetsen. Collectief is een samenwerking van 14 ontwerpers die in één plek zijn gevestigd. Het zijn allemaal zelfstandigen. En doordat ze met z'n allen zijn, kunnen ze ook grotere projecten aannemen. Ze zijn nu bezig met een hotel. En daar moeten dan meubels voor ontwikkeld worden en kamers worden ontworpen. Dan trekken ze verschillende mensen binnen het collectief aan het jasje. Waar ik stage heb gelopen, hebben we dan meubels gemaakt. We hebben barkrukken en stoelen ontworpen. Ze zijn nu bezig met lampen en tafels. Ik heb hier geholpen met realisatie. Veel in de werkplaats gestaan. Ik heb maquettes en modelletjes gemaakt om te kunnen ontwerpen. Hierna wil ik naar de designacademie. Daar wil ik bedenken wat ik zelf wil gaan maken, zodat ik ook een atelier kan huren en voor mezelf kan beginnen. In mijn atelier zou ik graag kunstwerken en meubels willen maken. Maar als ik gevraagd word om interieur of iets dergelijks te maken, zou ik dat ook leuk vinden. Maar ik wil vooral voor mezelf en zonder klanten bezig zijn. Ik ben heel blij met Rick als stagiair in mijn bedrijf. Hij heeft een kritische blik. Heeft inzicht en is erg assertief.